Goed, in deze les wil ik graag met jullie de werkwoorden kunnen, durven en wollen behandelen. Dit zijn modale werkwoorden in het Duits en worden veel gebruikt. Dat betekent dat je ze goed uit je hoofd moet leren voordat je ze kunt toepassen. Nou, als allereerste beginnen we even met de betekenis. Kunnen betekent in het Nederlands kunnen, dat kun je ook zelfs al een beetje horen. Durven betekent niet durven, maar mogen. En wollen is willen. Nou, voordat ik verder ga, wil ik als eerste even de rijtjes doorlopen. En let even goed op welke verschillen je hoort en welke dezelfde werkwoordsvormen je hoort. Eerst kunnen. Ich kann. Du kannst. Er, sie, es kann. Wir können. Ihr könnt. Sie, sie können. Dürfen. Ich darf. Du darfst. Er, sie, es darf. Wir dürfen. Ihr dürft. Sie, sie dürfen. Ich will. Du willst. Er, sie, es will. Wir wollen. Ihr wollt. En sie, sie wollen. Nou, als je deze drie werkwoorden wilt gaan leren, is het heel belangrijk om een paar dingen te onthouden. Zo is het van belang dat je ziet bij de enkelvoudsvormen, hè, ich, du, er, sie, es, dat je een andere klinker hebt. Hè, bij kunnen is dat een A, bij durven is dat ook een A, en bij wollen is dat een I. Maar zodra de personen meervoud aan bod komen, verandert de klinker A van kunnen, hè, kan, in een O-omlaut. Kunnen, kunt, kunnen. Wij durven een A bij de personen enkelvoud, maar een U-omlaut als het om meervoudspersonen gaat. Wij wollen enkelvoud een I als klinker, maar als het om meervoud gaat, is het een O. Dus je gaat het goed uit je hoofd leren. He, doe dat bijvoorbeeld door over te schrijven, hardop uit te spreken, af te dekken en jezelf op die manier te overhoren. Nou, wat je ook ziet, is dat bij alle drie de werkwoorden de ich-vorm hetzelfde is als de er, sie, es-vorm. Ook dat is een makkelijk ezelbruggetje om te onthouden. Dat zie je natuurlijk ook altijd en dat weten jullie al bij wir en sie en sie. Wat ook goed is om even op te slaan, is dat je de betekenis van durven niet met het Nederlandse durven verwisselt. He, dat noemde ik net al even. Durven betekent iets mogen, dus dat je toestemming hebt. Goed, een paar voorbeeldzinnen. Je kannst du schöne Schuhe kaufen. Je kunt je mooie schoenen kopen. Peter darf hier nicht rauchen. Peter mag hier niet roken. Wollen Sie noch länger bleiben? Wilt u nog langer blijven? Nou, om het ook extra goed te leren, is het belangrijk ook dat je iets met die zinnen gaat doen, hè, of met de werkwoorden, dat je er zinnen van gaat maken. Dus probeer het maar eventjes en kijk eens of jij drie zinnen kunt bedenken in het Duits met de drie verschillende werkwoorden. Tot slot, wanneer je een zin bijvoorbeeld bij een toets moet invullen, gebruik je de stappen. Nou, je gaat eerst het vertaalde of het gevraagde werkwoord naar het Duits vertalen. He, dus willen, wollen, mogen, durven en kunnen, kunnen. Welk persoonlijk voornaamwoord staat er in de zin? Ich, du, er, sie, es, wir, sie, sie, oder ihr. De goede uitgang invullen en ook heel belangrijk, checken door de hele zin te lezen. Deze laatste stap wordt vaak vergeten, maar is echt heel belangrijk en moet je ook echt doen. Goed, herhalen is ook een tip. Niet één keer leren, vaker leren, dan blijft het beter in je hoofd. Nou, veel succes bij het leren. Dit was het weer